En dat, ja, dan komen we aan een probleem wat ik ook wel ter sprake heb gebracht, maar wat op een of andere manier bij niemand enige indruk maakt, namelijk dat die Russische economie dat niet bijster veel voorstelt. We hebben het nog weer eens gehoord, hij is minder groot dan die van Spanje. Nou ja, dat geeft te denken, zou ik zeggen. De Duitse economie is 3 keer zo groot als de Russische economie. Dan heb je een beetje idee van verhoudingen. En de groei in de afgelopen 10 jaar is minimaal geweest. De hele vitaliteit ontbreekt eigenlijk aan de Russische economie. En dat is natuurlijk, dat doet ook het hele draagvlak van zijn regime verschralen. Dus sinds die tijd, eigenlijk in de afgelopen decennium, heeft hij verder gekozen voor dat hypernationalisme. We worden bedreigd. Het is schandelijk wat ze Rusland aandoen. Het arme Rusland. Waarom heeft hij dat gedaan? Wat lag daar aan ten grondslag? Het feit dat zijn steun natuurlijk geleidelijk aan wegsiepelde. Zijn partij is buitengewoon impopulair. Maar ook uit opinieonderzoek in Rusland blijkt dat het vertrouwen wat de Russen in hem hebben, en wat groot was zonder meer, dat aanzienlijk gesleten is in de afgelopen jaren. Ja. En het oprukken van de democratie naar het oosten? Nou, dat is natuurlijk een factor die hem enorm veel angst inboezemt. Die natuurlijk ook de voormalige Sovjet-Unie altijd enorm veel angst inboezemde. Het feit dat je kunt zien dat een democratie beter functioneert, niet waar, dan een politiestaat. Want dat is wat Rusland is, dat is een politiestaat. Een autocratie. Hij is ook steeds afhankelijker geworden van, laten we zeggen, dat politiestaatapparaat. Dus dat hij al zijn opposanten of dood laat schieten op de drempel van hun appartement. Of hij stuurt ze naar de gevangenis. Of hij doet andere verschrikkelijke dingen. Hij heeft toch ook 2 legers? Eén extern voor het buitenland en één voor hun eigen land, de mensen. Nou ja, hij is een autocraat. Hij is een dictator. Hij is een onderdrukker. En daar moeten we nog een factor in ogenschouw nemen. In de afgelopen tijd zijn 2 van de andere randrepublieken van de voormalige Sovjet-Unie, Kazachstan en Wit-Rusland. Daar hebben we ook het opmerkelijke verschijnsel gezien van een opstand van de burgers. En niet zomaar, niet een optochtje of zo. Dat viel allemaal erg mee, dat heeft vaak weken geduurd en de Russen moesten eraan te pas komen, want die hebben de uitgebreide ervaringen met dit soort van zaken, om de zaak in elkaar te timmeren. Nu heeft hij dus de Oekraïne veroverd, of althans hij is bezig dat te doen. Dat zal in de Oekraïne ook, denk ik, leiden tot allerlei vormen van burgerlijk verzet. Is Poetin in staat? Zodat mijn telefoon zijn, dan moet ik hem nog uitzetten. Ja, ik denk het wel. Want ik krijg niks binnen, dus ja, dit was een sms'je. Dan ben ik het weer. Ja. Ook al ramp met die telefoon, ik dacht namelijk dat ik hem uitgezet had. Nee, maar zet hem even uit. Ja, ik zie het al, Poetin. Ja. Die zit natuurlijk mee te luisteren. Zit hier in dit autootje, denk ik, allemaal afluisterapparatuur. Ja, die zit natuurlijk nu, die dit allemaal gehoord heeft, denkt hij, ik heb het toch verkeerd gedaan. Ja. Ik had er beter over na moeten denken. Ja. Dat begrijp je. Dus hij zit eigenlijk in al die randrepublieken waar hij dus een belangrijke rol heeft gespeeld in het onderdrukken van burgerprotesten. Kijk, burgerprotesten die zijn wel onderdrukbaar, maar daar zijn grenzen. Je kunt tenslotte niet duizenden mensen gaan doodschieten, dan is het regime in zekere zin ook aan slijtage zo onderhevig op een zodanige manier dat er waarschijnlijk een eind aan komt, hoewel je er heel ver mee komt. Dus dat heeft hij ook nog. En bezie ik het zo, dan is zijn positie in feite relatief instabiel. En het probleem met zo iemand als Poetin is natuurlijk dat hij het hele politieke en sociale apparaat van dat land verschaald heeft, uitgekleed, dat heeft geen betekenis meer. Hij zelf kan daar ook geen beroep op doen. Mocht er ooit een soort burgeropstand tegen hem komen, of wellicht nog erger en nog bedreigender, een ander deel van die elite van dieven en moordenaars zeggen, nou ja, die Poetin heeft het een beetje kwijt, daar moeten we iets aan doen. Dat gebeurt vaak in dit type van landen. Dan kan hij ook nergens een beroep op doen. Of hij dat overleeft, dat is zeer de vraag. Dat is even een reden dat deze lui eindeloos aan de macht willen blijven. Omdat ze denken, ja, als het klaar is met de macht, dan is het meestal ook klaar met ons leven. Nou is Poetin nu geloof ik 69 of zo. Hij ziet er wel vief uit voor zijn leeftijd, dat wel. Maar ook die lezing die hij hield en zo, dat je denkt, ja, Hij is het spoor wel een beetje bijster. Er zat ook kritiek natuurlijk. Het maakte al met al op mij niet een erg rationele indruk. En daar ben ik in de fout gegaan natuurlijk. Ik dacht dat het uiteindelijk toch een proces zou zijn voor rationele overweging. Maar hij voelt zich bedreigd door het Westen, door de NAVO. Hij voelt zich overal door bedreigd. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar dat is altijd een heel slecht teken. Zit er een kern van waarheid in? Want de NAVO heeft natuurlijk, of de Amerikanen hebben tussen neus en lippen doorgezegd, we gaan dat niet uitbreiden. Ja, dat is heel stom. Dat is gesuggereerd in ieder geval. De Duitse onderhandelaars die hebben dat zeker ook gezegd. Kool en zo. En dat op die belofte is men in zekere zin teruggekomen. De Amerikanen zeggen, nou ja, we hebben dat in ieder geval, wat we ook gezegd of gesuggereerd hebben, we hebben het nooit op papier gezet. Het is achteraf gezien, denk ik, een niet verstandige gang van zaken geweest. En wat ongelooflijk stom was, was dat de jonge Bush op een goed moment, onbewaakt moment, die had heel veel onbewaakte momenten, heeft gezegd van ja, Georgië en Oekraïne kunnen ook best lid worden van de NATO. Ja, dat was natuurlijk volop tegen het zere been. En we weten hoe dat toen voor Georgië is afgelopen. En nu loopt dat op dezelfde manier af voor de Oekraïne. Ja. Dat wil niet zeggen dat dit op zichzelf, gezien de ontwikkelingen, een propositie is waarmee Poetin blij zou moeten zijn. Deze hele reactie in feite uit paranoia in de breedste zin van het woord is naar mijn gevoel niet verstandig. Anderzijds moet je nu zeggen, nou ja, misschien was het toen niet verstandig om die NATO uit te breiden, want dat heeft Rusland natuurlijk onzeker gemaakt of gezegd. Ze hebben gezegd van ja, wacht eens even. Wij hebben onze posities prijsgegeven en daar hebben jullie geen rekening mee gehouden. Maar als ik nu in Estland zou wonen, of in Letland, of zelfs in Polen, dan zou ik denken, godzijdank, zijn wij lid van de NATO geworden. Vanwege artikel 5. Ja, want dit is natuurlijk een hele complexe situatie, waarbij toen tot tijd was het niet verstandig, die uitbreiding van de NATO, maar achteraf moet je zeggen, wie weet als we op een ander moment Oekraïne lid hadden gemaakt van de NATO. Ja. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag op: Finland en Zweden die geen lid zijn, moeten die zich zorgen maken? Ja, daar zou ik zeggen van niet. Maar goed, ik woon niet in Finland of in Zweden. Maar ik denk dat het niet handig is om die... Kijk, die lui die werken al heel intensief samen met de NATO. En dus ja, op zichzelf is het niet direct noodzakelijk. Rusland heeft wel gewaarschuwd, hè? Van pas op. Ja, Rusland kan natuurlijk allerlei lui waarschuwen. Maar daar zijn de risico's. Als je daar de zaken aan zou pakken, zijn de risico's wel een stuk groter. Wat is het verschil dan? Ik ga eruit vanuit dat bij een eventuele Russische aanval op Finland, waarom zou die trouwens ondernomen worden, dat is niet helemaal duidelijk. Dat het Westen zeker in beweging zou komen. Maar wacht even, waarom kon dit? Omdat de Oekraïne geen lid was van de NAVO. En naar het idee van Poetin, niet zozeer een bufferstaat, want ik denk dat iedereen wel ervan uitging dat de Oekraïne een soort bufferstaat was. Nee, Poetin was van mening, het is een onderdeel van Rusland en moet een onderdeel van Rusland worden. En daar had hij allerlei overwegingen voor, namelijk historische overwegingen. En natuurlijk in zijn achterhoofd vanzelfsprekend de gedachte, ja wacht nou eens even. Als die Oekraïne een bloeiende tent wordt, dan straalt dat natuurlijk hoogst ongelukkig af op die schrale politiestaat die ik heb georganiseerd. En waar ik alleen mijn goede vrienden profijt van hebben. En ikzelf. Ja. Kun je zeggen dan dat ons iets kwalijk valt te nemen als we Westen zijnde en als NAVO zijnde? Nou ja, historisch kun je zeggen hoe verstandig was het om in de late jaren 90 en de vroege jaren van de nieuwe eeuw die NATO uit te breiden. Dat hadden we misschien beter niet kunnen doen. Maar ondertussen is de situatie zo gedraaid dat eigenlijk niet bijster relevant meer is. En dat je nu zegt, nou ja, dat mogen zo zijn. Maar toch fijn dat we de NATO wel hebben uitgebreid, want dat geeft toch een soort van garantie. Al moet je natuurlijk zeggen dat zuiver strategisch de drie Baltische republieken natuurlijk niet te verdedigen zijn. Ja. Maar je kunt wel andere vormen van verdedigingsmechanieken proberen te bedenken. Ja, vrees je nog voor die Baltische staten? Nee. Dat vrees ik. Maar er ligt ook een stukje Russisch gebied, hè? Eerst moet hij deze zaak tot een goed einde zien te brengen. Dat moet gestabiliseerd worden. Als hij daar al in zal slagen,